Zee. Hoofdpijn, misselijkheid, halo's, intolerantie voor licht en zelfs in een enkel geval hallucinaties. Een migraineaanval, kortom, is geen pretje. Al jaren zijn onderzoekers, eh, onderzoekers op zoek naar de oorsprong van deze aandoening. En Vandaag publiceert het wetenschappelijk tijdschrift Nature resultaten uit een studie naar de genen van meer dan 23.000 mensen met een migraine. In de studio zitten onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum, geneticus Arn van den Maagdenberg en neuroloog en hoofdpijnspecialist Gisela Terwinter. Hartelijk welkom allebei. Uh, Mevrouw Terwinter, met u maar even uh, te beginnen. Want voor de mensen die nog nooit een migraineaanval hebben gehad en die bij het woord migraine misschien denken, nou ja, god, ja zo erg kan het toch allemaal niet zijn. Ja, migraine is uh, geen gewone hoofdpijn. Maar als een hoofdpijn die in aanvallen komt, uh, een derde van de mensen met migraine krijgen voorafgaan aan de hoofdpijn um, uh, zogenaamde aura's. Dan hebben ze problemen met zien. Dan zien ze sterretjes, flikkeringen, delen van het gezichtsveld die uh, wegvallen. En dat breidt zich langzaam uit. En dat kan als dat voor het eerst komt natuurlijk heel angstig zijn. Mensen kunnen dan ook niet lezen, kunnen hun eigen gezicht niet meer goed in de spiegel zien. Uh, en ze kunnen ook gevoelstoornissen krijgen in een arm of in een been die zich uitbreidt. Ze kunnen niet op woorden komen. Uh, en soms hebben ze zelfs krachtsverlies, uh, waardoor ze denken dat ze een herseninfarct hebben. Um, en uh, dat gaat gelukkig altijd over, maar dat uh, is wel vaak verontrustend voor mensen. En dat duurt uh, tussen de vier minuten en de 60 minuten. En daarna komt de hoofdpijn. Um, en die hoofdpijn die is uh, vaak heel ernstig, uh, die is bonkend, eenzijdig, uh, gaat gepaard met misselijkheid. Uh, mensen moeten overgeven, ze hangen boven de wc. Ze weten niet meer waar ze moeten zoeken. Uh, ze hebben vaak ook last van het licht en het geluid, dus ze moeten echt in bed gaan liggen. Um, ja, iedereen moet stil door het huis sluipen, want vader of moeder ligt in bed. Um, en, uh, en dat kan een paar uur duren, maar ook soms zelfs drie dagen. En, en dat is op zich nog niet zo'n punt als je het één keer per jaar hebt, maar sommige mensen hebben het heel frequent. Dus uh, er zijn mensen die hebben dat één keer per week uh, en dan twee of drie dagen. En je kan je voorstellen dat je dan eigenlijk geen leven meer hebt als je drie dagen per week in bed moet liggen. Nee, dat is slecht voor het functioneren. Ja, zeker. Dus die mensen die hebben, zijn enorm belast in hun werk, maar ook in hun sociale activiteiten. Uh, vaak zie je dat migraine mensen het ook uh, nu, nog niet eens zozeer door de week hebben, maar in het weekend, juist als ze ontspannen. Uh, en dan uh, zijn ze het hele weekend onder de pannen, als het ware. En kunnen ze eigenlijk niks ondernemen. En dan, uh, ja, dan maandag gaan ze dan weer braaf aan het werk. Zodat ook het, op het werk mensen het helemaal niet eens weten. Heel vaak zie je dat migraine mensen het niet, niet zeggen uh, aan, uh, op, op hun werk of aan vrienden of familie. En uh, is het eigenlijk een soort stil lijden wat die mensen ondergaan. Elke geschiedenis of elke ziekte heeft een geschiedenis. Dat een, een lange weg van dwalingen dat men dacht, nou het ligt hier aan, het ligt daaraan. Meestal beginnend met je stelt je aan en, en dan vervolgens naar. Nou, het zal wel iets hiermee te maken hebben of, of daarmee. Wat, wat is in het korte geschiedenis van, van, de, van het migraineonderzoek? Hoeveel dwaalwegen zijn er al bewandeld? Nou, migraine was in het begin een hysterische vrouwenziekte. Want uh, een derde van de vrouwen die krijgt migraine of heeft migraine gehad. Dus dat is een enorm hoog percentage. Omdat migraine lijkt ook hormonaal beïnvloed te zijn. Veel vrouwen hebben er last van rondom hun menstruatie. Um, en uh, um, uh, dus maar uh, 13% van de mannen leidt aan migraine. Dus er zit al een onevenwichtige uh, verdeling tussen de mannen en de vrouwen. Dus uh, migraine werd vaak weggezet uh, als een hysterische vrouwenziekte. En nog steeds zijn we heel erg geneigd om als iemand hoofdpijn heeft, dat te wijten aan stress. En dat doen mensen zelf ook. Ja, ik heb het zo druk gehad. Of, of, of hun omgeving zegt, ja, je was ook zo druk. Uh, dus uh, we proberen altijd een oorzaak voor iets te zoeken. En dat leggen we vaak niet bij onszelf. Terwijl migraine is een intrinsieke aandoening. Je hebt uh, een genetische aanleg vaak daarvoor. En je kan er dus niks aan doen dat het af en toe tot uiting uh, komt. Laat het dan maar meteen over de, over de genen hebben. Een, een flinke studie uh, daarnaar, Arne van der Maagdenberg. Um, hier wordt het natuurlijk complex. En dat is <laughs> altijd ingewikkeld als je een journalist tegenover je hebt. Want, want liefst zouden we zeggen, mensen met dit gen hebben altijd migraine, want dan snappen wij het, tenminste, dan is het, is het overzichtelijk. Maar het ligt iets genuanceerder. Wat, wat kunt u nu met zekerheid zeggen? Het ligt zeker een genuanceerder, maar het heeft te maken met welke vorm van migraine je voor je hebt. De studie waar we het nu over hebben is een studie van de gewone migraine. De migraine die Gisela de Wind besprak. Met het overgeven en de vele aanvallen die je hebt. Dat is een complexe vorm van migraine die ontzettend veel voorkomt. Ongeveer 20% van de vrouwen heeft dat. En daar heb je het over een complexe ziekte waarbij vele genetische varianten samen een rol spelen. En, de, en de, 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 de gevoeligheid voor migraine geven. In onze studie laten we nou twaalf van die genen uh, zien. We kennen nu twaalf van de genen van een heel groot aantal. Ik denk, misschien zijn het wel 200 of misschien nog wel meer, die we nu in kaart hebben. En, uh, en daar, uh, daar, daar kunnen we dan uh, ook onderzoek aan doen. En wat wil dat zeggen? Stel dat je, dat je uiteindelijk, het zijn er nu twaalf, stel dat je uiteindelijk 200 genen hebt die iets zeggen over een bepaalde vorm van, van migraine. Zie je, daar komen de nuances. Ja. Wat wil dat dan wat zeggen? Moet je dan alle 200 genen hebben? Of een combinatie van bepaalde genen? Hoe zit het? Ja, onderzoeken willen natuurlijk alle 200 genen hebben. Maar je kan je misschien voorstellen als je naar een puzzel met 500 stukjes kijkt. Als je nou een stukje hebt van een, van een boot, een stukje van, een, van het meer en een stukje van een berg. Dan heb je natuurlijk al als, als beeld best wel een idee van het zal wel weer zo'n zo puzzel zijn met een, met een bergachtergrond en een meer en, en een bootje. Maar als je nou veel meer stukjes hebt. Dus, dus die, 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 die paar stukjes laten al zien welke mechanismen zo'n rol spelen. En misschien komen we daar direct nog op. Maar je kan je voorstellen, als je veel meer van die stukjes hebt... zie je misschien een kerkje en een, en een paar andere dingen... waardoor je nog veel meer mechanismes van migraine blootlegt. Maar met deze twaalf genen denken we... een aantal kernmechanismes al, al goed in het vizier te hebben. Daaruit volgen een aantal conclusies, dat het dus wel degelijk aangeboren is... Ja. dat het dus een, een intrinsieke ziekte is... en niet iets door levensstijl of, of andere uh, gewoontes... Maar dat maakt het misschien ook wel in de, in de bestrijding moeilijk. Want als het in, in de genen zit, hoe ga je dan voort aan de migraine te lijf? Ja, het zit in, het zit in de genen, maar de genen zijn niet, uh, niet alles. Uh, omgevingsfactoren zijn net zo belangrijk. Tweelingstudies van uh, een collega die ook meedeed aan deze studie door Ed Boomsma. Met een tweelingenregister, laat duidelijk zien dat uh, naast een erfelijke component er ook duidelijk een, een, een beïnvloeding is van de omgevingsfactoren. Dus het zit in je DNA, maar uh, er zijn nog allerlei factoren die maken waarom je op een bepaalde dag uh, een migraineaanval krijgt. En de, de, de truc zit erin om te kijken, te herkennen waar, wanneer, onder welke condities migraineaanvallen bij een patiënt uh, veel voorkomen. En of je daar iets aan zou kunnen doen om die uh, te vermijden. Ja, uh, Gisele Terwind, Dat is een van de, de kernpunten van het onderzoek. Namelijk weten wanneer komt dat omslagpunt, dat, dat de aanval toeslaat. En is dat te voorspellen en misschien ook zelfs te ver, verhelpen? Ja, zeker. Want dat is natuurlijk ook wat de migrainepatiënt komt als hij uh, wil weten als hij bij mij komt. Want die vraagt waar komt mijn migraine vandaan en waarom heb ik op bepaalde moment nou mijn migraineaanval. Um, en uh, ik als dokter wil hun graag helpen door, uh, door uh, iets te hebben, waardoor ik kan voorkomen dat ze die aanval krijgen. En daarom is het. Uh, we, we denken dus dat een, een genetische en erfelijke aanleg kan maken dat je gevoeliger bent voor het krijgen van die aanval dan iemand anders. Maar daarbovenop zit er iets in de omgeving, wat maakt dat je over een bepaald kantelpunt heen gaat. Je gaat over een soort drempel heen, waardoor je die aanval krijgt. En wij zijn in Leiden heel erg geïnteresseerd uh, in, in, in dat kantelpunt... voordat te krijgen van de migraineaanval. En uh, uh, professor Ferrari, met wie uh, Arne en ik uh, heel veel samenwerken... die uh, heeft... Uh uh, een paar jaar geleden de Spinoza-prijs uh, gekregen. En toen uh, is hij samen met uh, onder andere Martin Scheffer... die ook de Spinoza-prijs kreeg... die is erg geïnteresseerd in het kantelpunt... van, van allerlei me uh, biologische mechanismes. Bijvoorbeeld het troebel worden van een meertje. En uh, daardoor uh, zijn wij allemaal heel geïnspireerd geraakt... om eigenlijk op zoek te gaan naar het kantelpunt van de migraineaanval. Dus ja. hoe komt het nou dat iemand het ene moment niks heeft... en het andere moment over een bepaalde drempel een kantelpunt heen gaat... en dan zijn migraineaanval krijgt. Want die, uh, Martin Schreffer is op zoek naar een soort universele uh, theorie... van het kantelpunt. kan bijvoorbeeld zijn dat ik dit, dit bekertje op de rand van de tafel zet... en dat hij op een gegeven moment om, omvalt. Of een meertje dat ineens van de een op de andere dag troebel wordt. Nou zijn dat allemaal dingen die je heel goed kan, kan meten en dus berekenen. Maar hoe doe je dat in, in het menselijk brein? Hoe kun je nou kijken naar... Een hoofd en zien dat er in dat hoofd een kantelpunt is? Nou, Degenen die we vinden, die laten zien waar je in het brein zou moeten kijken. Dus we vinden genen nu die te maken hebben met de zenuwoverdracht. Dus we denken dat in migrainepatiënten er een verhoogde zenuwoverdracht is. Die maakt een hyper-exciteerbaar, noemen we dat. En uh, je zou dus willen weten uh, onder welke condities die zenuwoverdracht te ernstig wordt en of je die kan, uh, kan in kaart kan brengen. Dus we weten dat we naar de zenuwoverdracht moeten kijken. Een ander mechanisme wat we met deze genen uh, naar voren hebben kunnen krijgen, is uh, de vaten. De vaten die belangrijk zijn bij, uh, uh, in, voor de werking van de hersenen. We zouden dus een, een soort factor moeten zien te, te zien te vinden om de functie van vaat, vaten uh, in de buurt van het kantelpunt anders uh, goed, kunnen, in, goed te kunnen meten. Dus dat, dat is een van de, van de dingen waar we in het komende jaar nog verder aan zullen werken. Dus we weten nu waar het in de genen zit. We weten ongeveer waar in het brein je, je, je zou moeten zoeken op basis van, van die genen. Daar gebeurt dan iets. In dat brein weten we eigenlijk wat er gebeurt in het brein als iemand ineens zo'n migraineaanval krijgt. Ja, we, we weten heel goed wat er tijdens een migraineaanval gebeurt. Dat zijn we in de loop jaren heel goed te weten gekomen. Um, en uh, we weten heel goed wat het mechanisme is, wat een onder, onderliggend is aan die aura verschijnt, dus die probleem met zien en die gevoelstoornissen voordat je hoofdpijn krijgt. En we weten ook heel goed wat er gebeurt in het brein. Als je hoofdpijn hebt en wat er, waar dat allemaal plaatsvindt. Maar eigenlijk is dat voor ons niet meer zo interessant. Want we willen vooral weten wat brengt die hele cascade op gang. En dat is de grote challenge voor, uh, voor de komende jaren: om te weten wat is nou de trigger die maakt dat die hele cascade, waarvan we weten wat er allemaal gebeurt in het brein, op gang uh, brengt. En dat, dat dat punt, dat weten we nog niet goed. Maar voor, de, om, voor u is dat lang gesneden koekje misschien niet meer interessant. Maar voor, maar voor de luisteraar, wat, wat gebeurt er in die hersenen waardoor jij ineens zo'n uh, zo kop aan krijgt nou, en je zo rot voelt? We, we denken dat er uh, signalen uh, verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus signalen van buiten het brein. En uh, dat leidt tot een activatie van, van allerlei gebieden in het brein. En we denken met name ook in de hersenstam dat daar signalen uh, binnenkomen, geïntegreerd worden en verkeerd geïnterpreteerd worden. En uh, die dan foutief uh, tegen de rest van het brein zeggen: van Nou, dit, dit gaat fout, u heeft uh, een aanval, u heeft pijn. En vanaf dat moment is het een, een signaal waarbij verschillende hersengebieden een rol spelen en de sensatie van pijn naar voren komt. En je zou dus willen weten hoe je, in welke gebieden je welk proces zou moeten onderbreken om, om dit hele proces te voorkomen. Want medicijnen zijn er op zich wel uh, voor migraine als je eenmaal in die aanval zit? Ja, er zijn uh, specifieke anti-migraine-middelen. Dat, dat zijn de zogenaamde triptanen. En die werken, uh, die werken precies op die mechanismen die een rol spelen bij hoofdpijn. Uh, die, die blokkeren het vrijkomen van bepaalde uh, zenuwstoffen die een rol spelen bij het ervaren van pijn. Um, en um, um, dus, dus, dus die werken heel goed tijdens een migraineaanval um, maar we hebben nog uh, eigenlijk geen goede medicijnen om aanvallen te voorkomen. En dat zou natuurlijk veel mooier zijn. Dat je niet eerst uit die vergadering weg hoeft met, met migraine. Precies, ja, ja. Wat ik nu gebruik als dokter voor, voor die mensen... is dat ik, uh, ik schrijf ze middelen voor die ontworpen zijn voor epilepsie. Of die, uh, die gebruikt worden om bloeddruk te verlagen. Omdat uit toeval is gebleken dat die medicijnen ook prophylactisch kunnen werken. Dus preventief voor het uh, voorkomen van migraineaanvallen. Alleen omdat die er niet specifiek voor zijn ontworpen... werken ze vaak uh, matig. Bij de helft van de mensen doen ze al helemaal niks. En bij de andere helft helpen ze dan bijvoorbeeld om de helft van de aanvallen maar te voorkomen. Nou ja, dan ben je dus niet echt op de goede weg. Um, dus uh, wat ik heel erg als dokter nodig heb om die mensen te helpen, is een medicijn wat heel specifiek werkt tegen migraine om aanvallen te voorkomen. En dat ultieme medicijn, dat hebben we nog niet. En we hopen door uh, meer inzicht te hebben met die genen en, en het mechanisme wat een rol speelt bij migraine, om die medicijnen te ontwikkelen. Er nou was er een aantal jaar geleden in het nieuws dat er een soort uh, correspondentie was, of een soort verband tussen uh, mensen die bepaalde genen hadden voor migraine en aanleg voor depressie. En dat is ook iets wat bekend is uit de praktijk, dat mensen met migraine vaak ook depressieve klachten hebben. Zijn, zijn jullie daar al verder in gekomen? We zijn inderdaad uh, die studie gestart en, uh, om te kijken of nou specifieke genen veroorzaken dat je migraine en depressie hebt. En uh, die, studie, die, die, die onderzoeken die lopen op zich nog, uh, maar het valt ons een beetje tegen. In die zin dat het niet zo eenduidig is als we hadden gedacht dat we meteen die genen vinden. We vinden signalen uh, op verschillende chromosomen waar die genen liggen... maar we kunnen eigenlijk geen, niet goed de, de vinger erachter krijgen. Dat is dus een volgende uitdaging? Absoluut, ja. En voorheen dachten mensen, ja, je bent gewoon depressief omdat je de hele tijd migraine hebt, maar dat blijkt dus ook een, een intrinsieke ziekte. Ja, dat, dat is zeker niet zo. Mensen met migraine hebben een twee keer verhoogde kans op depressie. Maar wat heel veel interessant is, mensen met depressie hebben ook een twee keer verhoogde kans op migraine. Dus het, je wordt niet depressief, omdat je migrainaanvallen hebt. Er zit dus kennelijk ook iets intrinsieks. En wij denken dus een genetische gevoeligheid die zowel leidt tot migraine als tot depressie. Um, en dat hebben we toenertijd met een soort statistische analyse aangetoond. Aan, uh, maar nu willen we diegene nog vinden. En, en de moeilijkheid met depressie is dat het zo'n hele heterogene aandoening is. Het is uh, net zoiets als hoofdpijn. Uh, wij hebben ons wat hoofdpijn betreft gericht op migraine. Omdat dat heel goed omschreven is. Maar depressie is veel vager omschreven. En de kunst zal worden de komende jaren... is om t, uh, erachter te komen... wat is die depressie dan bij migraine mensen? Is dat hetzelfde als wat, uh, wat we allemaal depressie noemen? Uh, t, het is net alsof je migraine geen hoofdpijn moet noemen. Dat zijn twee verschillende dingen. en Dus het wordt een, een uitdaging om, om dat voor onszelf helder te krijgen. En ook om net zulke grote aantallen te krijgen... van mensen met migraine depressies. Zoals we nu hebben gebruikt voor de studie... met Migraine alleen, want je ziet dat als je dat je enorme aantallen nodig hebt, je hebt 25.000 mensen nodig, wil je iets kunnen vinden en dat is voor de combinatie van migraine en depressie, is dat nog wel een uitdaging omdat niet veel onderzoeksgroepen die richten zich daarop. Dat is de volgende uitdaging. Zeker. Hartelijk dank, Arn van der Maagdenberg, hoogleraar genetica en Geselaert wind, neuroloog, allebei verbonden aan het Universitair Medisch Centrum.